dit moment een sterke zakelijke dienstverlening, een goede toeristische sector en uiteraard ook inwoners. En deze mix van functies gaan we ook terugbrengen in ons plangebied. Om de vraag te beantwoorden waar nou daadwerkelijk vraag naar is, hebben we twee soorten analyses gedaan. Een functieanalyse en een woningmarktanalyse. Het belangrijkste is dat functieanalyse een persoonlijk huishouden. Want wij lezen hier iets met boot en rondvaart, klopt dat? Is er hier, ja, hier iets dan. Boot? Ja, want het is echt een soort heel... Kijk, de proportie tussen de bebouwingen en de lichten. Er zien dit en die komen hier met de boot aan en moeten dan deze kant op. Er zijn andere mogelijkheden. Een deel van die. Laatste minuut. Ja. Ja. Tot horeca. Waar zit de horeca? Het water? Ja. Maar waarom zit hij daar? Ja, ook gewoon een voor de prestaat. Yes. Alleen even, ik heb een visuele hulpmiddel, ik vind het gewoon veel kleiner. Oké. Okay. Ja? Ja. Door dat straatje lopen, want op het begaande grond zit een winkel, daar kunnen winkels natuurlijk ja, maar zijn Nou, ik zou even beginnen met heel kort even ons plan te vertellen, waarna voor de rest eigenlijk onze constructeur aan het woord zal zijn. Hier zie je de mastermaquette. Dus ik heb gekeken naar een korte berekening. Dit waar haalbaar zou zijn. Vertellen dus wat het statement zeg maar van onze kabel van het aan. Ik zie ook over het plan een beetje duidelijk is geworden. Met één belangrijk ding is het monument. Wat gaan jullie met het monument doen? Helemaal vergeten. Rechts gaan we maar één naar beneden. Dus inderdaad wel ruimte overvoeren. Dus hier kun je hier met een helling. En dit is hier een gat. Dit is een helling. Ook ik wil ook als er iets aan de hand is, dan kan het weer en hier is nog een hele kopje voor deze woning. Oké. Nou, hallo. Ik zou eerst even kort ons plan uitleggen. Daarna zal Stijn de Bavisca vertellen. En daarna zullen Kepsen en ik de gebouwindeling vertellen. Met de verbouw
Ik denk in hoeverre ik het kan wezen dat het een heel spannende ruimte wordt. Ja. Die gevel en ik hoor net iets over hier. Ja, nou ja, aan de ene kant is het ons uitgangspunt en aan de andere kant is het een beetje... Ja, maar het is ons uitgangspunt, maar door de constructie die er rond is, zijn ze te smal geworden. Dat geeft hun ietsje meer tijd om wat meer te kunnen vertellen over dat specifieke aspecten van de stedelijke inbedding. Dus bijvoorbeeld ook over stedenbouw. Als je in één presentatie alles moet vertellen, dan heb je steeds minder tijd om iets te zeggen. Dus met die systemen hebben ze ietsje meer tijd om al de diepgang van hun idee te kunnen vertellen.